Ja, de vaste volgers die weten het. Ja, ja, we gaan hem weer doen. Eitje tik. Ja, want de klassieker komt eraan. Het is maar één klassieker. Ajax Feyenoord of Feyenoord Ajax. En dan doen we altijd even eitje tik. Ja, nou, vrienden. En ik monteer hier niet in. Er is geen dubbele bodem. Er is geen fake. Dit is gewoon wat het is. Maak ik een verspreking, dan blijft hij gewoon staan. Noem het allemaal maar op. Dit is gewoon één take en dan weten we gewoon. Want ik ga die eieren tegen elkaar aantikken. En meestal wordt er gezegd, ja, de een is gekookt en de ander niet. Dat ga ik aan het eind ga ik dat oplossen, want dan sla ik een ei-stuk. En dan zeggen ze, ja, bolle kanten tegen elkaar. Nou, hier hebben we een bolle kant, hier hebben we een bolle kant. Hier de twee bolle kanten gaan tegen elkaar. En dan zeggen ze, ja, bij de ene sla je harder dan bij de ander. Ook niet waar allemaal. Voor mij is het net zo'n grote verrassing. Ja, met deze klassieker. Ja, want ik ben net zo benieuwd als jullie wat de eieren gaan zeggen. Ja, wie gaat het winnen? Want niemand weet het. Ja, want iedereen zegt dan wel Feyenoord is favoriet. Ja, ja, dat zal wel. Ja, dat weten we niet. Wat is een wedstrijd op zich? En Ajax, ja, die willen misschien zich ook een keertje gaan bewijzen nu. Ja, en laten zien van wij zijn er ook. Ja. En die Stijn die gaat ze natuurlijk opjagen en die roept van ja, kom op nou, verdorie, want die Rotterdammers denken dat ze ons kunnen hebben. Ja, ja, nou ja, en zo. En bij Feyenoord, ja, dan denken ze, ja, daar, misschien gaan we nu... Hey vrienden, de eieren gaan spreken. Daar gaan we. Het ei dat stuk gaat natuurlijk, is de verliezer. Dat snappen we. Maar dat weten de vaste volgers wel. Die kennen dit gebeuren. Nou vrienden, daar gaan we dan, hè. Hier hebben we Ajax. Kijk, daar hebben we hem. En hier hebben we Feyenoord. Nou, die gaan tegen elkaar. Hij dat stuk gaat, verliest de klassieker. Ik zal Ajax nog een beetje iets meer draaien. Dat we goed kunnen zien. Ja, daar hebben we Ajax en daar hebben we Feyenoord. Nou vrienden, zijn we er klaar voor? Wat een spanning, zoals altijd. Daar gaan we. Op 1, 2, 3. 1, 2, 3. Boom. En die is stuk. Ajax is stuk. En Feyenoord is heel. En dan zeggen jullie altijd tegen mij. Ja, en dit is dan een gekookt ei. Nou, daar gaan we. Let op. Hier de kop-ie. Hup. Kijk, is dat gekookt? Dat is niet gekookt, vrienden. Nee. Dus we weten het. Feyenoord wint.